heb dus boeken geschreven en daarom ben ik schrijver. Eind jaren 80 heb ik een zogenaamde psychose gehad. En daar heb ik dus dit eerste boek over geschreven, Pure Waanzin. En dat is een beetje een filosofisch boek. Maar het was mij nog niet filosofisch genoeg, dus dacht ik, ga filosofie studeren. Dan kom ik er nog meer over te weten, over wat er allemaal in mijn eigen boek stond en wat zo'n psychose is. Die studie filosofie die leverde allereerst heel veel interessante wetenswaardigheden op uit de filosofie. En allerlei manieren van denken en allerlei manieren van hoe je dingen kan zien en hoe je dingen kan denken en hoe dat eventueel door elkaar kan lopen. Het leefde ook op tot mijn vreugde en spijt tegelijkertijd, dat midden in tijdens mijn filosofiestudie ik de gelegenheid kreeg van mijn hersenen of van hoger hand, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval om nog een keer waanzinnig of psychotisch te worden en opnieuw veldwerk te doen. Dus ik kreeg psychotisch veldwerk in de jaren 80 en ook in 2007, midden in mijn filosofiestudie. Ondertussen schreef ik al heel veel over waanzin vanuit mijn filosofiestudie. Maar ik schreef ook vanuit waanzin over filosofie. Het begint nu misschien al een beetje verwarrend te worden, maar in ieder geval na 2007 schreef ik nog verder, ook als schrijver. En uiteindelijk kwam dan dit boek eruit, Filosofie van de Waanzin. Nu komt iets en dat heet 40 plus. Hier in deze kamer van mist zitten wij achter glas. Wij zitten met z'n vieren rondom een van de drie tafeltjes in de enige ruimte waar gerookt mag worden. Tegenover mij zit Nico. Hij heeft de beste cd-speler van de afdeling, een modern, vormgegeven, felgroen geval, waarmee hij altijd zijn eigen muziek wil spelen. Vaak is dat Metallica, de afgoden van metaal. Door de volumeknop op 4 of zelfs 6 te zetten, verspreidt hij gevaarlijke klanken door de ruimte. Nico daagt de verpleging meer uit dan ik dat doe. Maar als je te veel inlaat met zulke parodieën van het kwaad, roep je het kwaad zelf op en stop de verpleging je zo in de isoleercel. Want zij begrijpen de subtiele ironie van Nico niet. Links van mij zit Christel. Zij is een stuk jonger dan Nico en ik. Zo halverwege de 20, maar is toch al op de hoogte van de ultieme waarheid. Zij praat Fries met een Vlaams accent. Haar geheime naam is Sabine. Soms lees ik haar voor uit een Vlaams getint boek, maar na iedere regel dwalen we af en belanden we in Vlaams-Hollandse twisten en zinspelingen. Zij schuift steeds van de ene naam naar de andere en van de ene taal naar de andere, zodat ze haar niet kunnen traceren en identificeren. Rechts van mij zit Karel. Hij is getraind in laboratoriumonderzoek naar ratten. Hij werkte jarenlang op de universiteit waar hij zijn kracht haalde uit de theorie van het diergedrag. Door alles in een darwinistisch model te gieten, hoopte hij de hiërarchische structuur van de maatschappij omver te werpen en de verbeelding aan de macht te laten komen. Hij werd echt de slachtoffer van het atheïsme dat de menselijke ziel probeert te vervangen door het onmenselijke metaal in de vorm van de euro. Alles was veranderd toen ik had ontdekt dat er meer is dan de drievoudigheid. Er is een vierde factor. Dat is de kracht die ervoor zorgt dat er überhaupt leven is en niet alles stilstaat. Naast de drie tijdstukken van verleden, heden en toekomst moet je een vierde element hebben om het rad van de tijd te laten ronddraaien. Dit vierde is het vuur dat de motor aandrijft. Vuur is van nature een magisch element en wordt in haar kern van licht alleen gekend door wie zelf verlicht is. Het licht zie je in onze ogen. Door onze ogen gaan de dingen stralen. Voor de eenvoudige van geest zijn er drie dimensies in de ruimte: hoogte, lengte en breedte. Wij zieners zien echter alles tegelijk van binnen en van buiten, vanuit het geheime medium van de vierde dimensie. Wie het geheim van het getal 4 kent, ziet alles anders. Wie nog in het teken van de heigerige 3 gevangen is, ziet alleen kale, zieloze leegte met levenloos vlees vastgesmolten op een skelet van metaal. 3 is het getal van de platte kaart, 4 het getal van de levende ruimte. Met z'n vieren zitten we in de rookkamer. Door de rook vloeien we samen. Alleen de grondstoffen van de rook zijn bij ieder van ons anders. Christel bijvoorbeeld rookt Marlboro. Daaraan zie je dat ze nog niet zo heel lang bij de Club van Wijzen behoort. Nico en ik rookten vroeger allebei half zware check, maar zijn hier in deze crisissituatie overgegaan op zware check. Dat dampt beter. Om ons van elkaar te onderscheiden heb ik Mascottevloei en Nico Rieslarood. Karel is van de kleine sigaartjes en Sandy rookt natuurlijk Javaanse jongens.
Het vuur gaat rond en zet alles in vlam. Zolang er vuur is, is er licht en blijven wij. Wij verlichten lopen anders. Onze manier van lopen staat in het teken van de vier. Wij lopen namelijk helemaal niet echt. Wij doen alsof wij lopen. Alsof wij voortbewegen van de ene plek naar de andere. Terwijl wij diep van binnen weten, dankzij de vier, dat er helemaal geen ruimte bestaat om in te lopen. Wij lopen ironisch en tegelijk in volle harmonie. Op perfecte wijze beelden wij iemand uit die loopt. Relaxed noemen we dat. Anderen noemen het sloom. Maar dat zijn de verplegers. Zij zijn van het getal van de drie, de levende doden. Zij weten niets van het geheel af. Zij leven alleen nu en zelfs dat niet. Zijn zij nooit echt aanwezig in het heden. Zij kennen geen mystieke versmelting zoals wij die hebben in de Kamer van Mist. Zij denken alleen maar met hun hoofd. Hun ogen zien niets anders dan protocollen, ziektegevallen en berekeningen. Zij zijn bang voor ons. Zij komen alleen maar in de rookkamer om te roken en vluchten dan snel weer weg. Zij kennen geen heiligdommen. De American Psycho's hebben het WTC gebouwd, het Gouden Kalf en zijn gestraft. Het lichaam is voor hun een mechaniek dat ze hopen te beheersen met medicijnen. Het lichaam is voor ons een tempel en wij zijn zelf de tempelpriesters. Wij offeren het heilig soma aan het heilig lichaam. Ik ontdekte alles vlak na mijn 40ste verjaardag, toen ik voor het eerst van mijn leven werkelijk diepte zag. Ik had al veel inspiratie uit tabak en marihuana opgezogen, maar toen ik er eens echt goed voor ging zitten, tuimelde ik een foto binnen. Een tweedimensionale foto werd een driedimensionaal hologram. Ik kreeg het gevoel dat ik op de plek waar ik zat en van waar ik de foto bekeek, ik tot in de eeuwigheid zou kunnen zitten. Ieder moment van de tijd ademde microcosmische druppels uit die als belletjes neersloegen op de foto. De lens veranderde onophoudelijk en de foto was als een film. Dat smaakte naar meer. Want hoe zou dan een film zijn? En hoe zou het buiten op straat zijn nu ik het nieuwe inzicht verworven had en tot de club van wijze mannen was gaan behoren? Ik keek over straat en zag niet alleen de straat, de mensen, de auto's, maar ik zag alles verbonden in die geheimzinnige vierde dimensie van diepte waar ik me nu pas bewust van werd. Wie het cijfer 4 eenmaal kent, ziet het overal terug. Let maar eens op als je op straat drie mensen ziet praten. De vierde die erbij komt is altijd een vertegenwoordiger van de vierde dimensie. Het is een medestander die ook weet dat er meer is dan drie getallen. De vierde man creëert de chaos die in de driedimensionale orde steeds opnieuw wordt gladgestreken. Op televisie kan je dat goed zien. Vaak zie je daar één, twee en soms drie personen rond de tafel met elkaar praten. Het kabbelt allemaal wat voort. Stelling, tegenstelling en conclusie, tot de vierde man in beeld komt. Deze is altijd afwijkend, komt net niet overeen in huidskleur, kleding of algemene houding met de andere drie. Het is een buitenstaander, je ziet aan de blik van hem dat hij een kenner is die de hele situatie kantelt, tenminste voor wie zelf verlicht is en daar oog voor heeft. Hier aan tafel, in de rook, als verlichten onder elkaar, spelen we ons de beurt de nummer 4. Het lijkt wel een kaartspel, bridge, waar je noord, zuid, oost en west hebt. Het westen en oosten, dat weten we nu wel. Het zuiden, ja, daar is het licht het duidelijkst. Maar mijn favoriete rol is die van noord, van het ijs dat snijdt. Ik heb een Nokia die goed van pas komt. Het Noordelijk Finse Netwerk is een uitstekende, modern, toegeruste underground-organisatie om het neo-Germaanse atheïsme te bestrijden. Nu snap ik waarom Anki zo merkwaardig keek toen ik haar mijn Nokia liet zien. Ja, een oud-Jiddisch herkenningsteken. Met steun van Nokia zullen we Siemens in Berlijn onttronen, hoofdstad van Duitsland. Want Nokia is sterk. Nokia werkt zonder sleutel. No key, ja, is needed. Je hoeft het paswoord maar te kennen en je bent draadloos verbonden met ons. Dertigers gebruiken Nokia nog in de beperkte modus van de taal, het schrift en het woord. Ze praten het door met hun mond en sturen een tekstberichten mee met hun vingers. Veertigers gebruiken Nokia alleen voor direct contact. Zet je Nokia aan en andere Noorderlingen horen je hartslag. Maar pas op voor internet, daar wordt je hartslag afgetapt en in uiterlijke beelden omgezet. Nokia gaat dieper. Met Nokia kom je op een niveau van taal terecht waar alles onmiddellijk duidelijk is en iedere klank onmiddellijk verbonden is met actie. Maar wat een nog groter geheim is, is dat het Fins op zijn beurt slechts de schaduw is van het Koreaans. In Pyongyang, oftewel Pingpong, staat de grootste omkeermachine, de kerncentrale. Voorbij plus en min wordt Noord-Korea Nokia. Maar ik geef toe, dat is mijn fout geweest. Ik ben uit de school geklapt met Noord-Korea. Ze brachten me hier naar de inrichting. Toen heb ik in de voorkamer met de diepste parameters gespeeld.
Ik ging niet in op hun vragen en formulieren, maar rommelde met de plussen en de minnen. Via mij werd plus min en omgekeerd. Ik riep atoomkrachten aan via Nokia, Noord-Korea, de kerncentrale en de elektriciteit. Er was een glazen deur die zogenaamd elektronisch openging. Maar toen ik een poosje met Nokia en Korea bezig was geweest, werkte deze niet meer. Volgens hun genoeg reden om hier vast te houden. Ik had een taboe geschonden. Ik had aan de uiterste onmogelijkheid gedacht en er geen rekening mee gehouden dat veel dertigers dat helemaal niet aankunnen. Soms hebben wij 40-plussers een communicatiemiddel nodig, een geheimtaal die juist niet kan worden begrepen door dertigers. Dan gebruiken wij Jiddisch of gebarentaal. De slimme, onopvallende gebaren worden echt belangrijke informatie over het wereldgebeuren en de macrocosmos uitgewisseld onder ons. Zo zie je op tv soms een stel zogenaamd belangrijke mannen, zogenaamd belangrijke boodschappen vertellen, maar dat is slechts voor de buitenwacht, voor de dertigers. Als je goed kijkt, zie je op de achtergrond altijd wel een voorbijganger een gebaar maken. Of een 40-plusser een zekere intonatie of verspreking bezigen, waaruit je de echt belangrijke feiten kan afleiden. Ik heb tot voor kort de wereld gezien door een rookgordijn, maar nu zijn de schellen van mijn ogen gevallen. Jiddisch is een soort basics of Esperanto, net als Joden het volk zonder land en zonder identiteit vormen. Onder de variatie aan volkeren is eigenlijk iedereen zonder identiteit en is iedereen een Jood. De transformatie van de 3 naar de 4 is als een soort sterven. Je moet je vereenzelvigen met de basis van de Jood en vervolgens word je wakker in een eeuwig leven. Vanaf de 4 bestaat er geen dood meer, geen persoonlijke identiteit, geen geschiedenis, geen tijd. Onder de 40 ben je nog onderworpen aan de tijd. Boven de 40 krijg je plotseling controle over de 4 en denk je niet meer in lijnen, niet meer in lineaire processen van begin, midden en einde. Je stijgt op uit het kader van de gewone mensentijd en ziet de lijnen van bovenaf in een veld. Wanneer dertigers als zoogdieren zijn in het veld, ben jij als de adelaar die erboven zweeft of de herder die de schapen over hun paden leidt. En daarmee kom ik uiteindelijk uit bij Karel. Karel weet dit allemaal al veel langer, hij is een oude rot hier. Hij is hier al 7 maal geweest en kent het mechanisme van de 4. Met Karel luister ik 's nachts altijd naar de radio. Hij slaapt al 5 jaar niet meer en ik sinds 4 weken ook niet. Iedere nacht belanden wij om 4 uur allebei hier in de rookkamer. Nico heeft dan zijn digitale cd-speler weer mee naar zijn kamer genomen en het is tijd voor de oud-Hollandse middelen van ontvangst. Karel heeft een Philips-radio met korte golfontvanger waarmee hij tot aan de sterren reikt. Voor we beginnen draaien we allebei een sigaret van een eenvoudige drum om het zo basic mogelijk te houden. Karel geeft de radio aan mij. Hij heeft dit al zo vaak gedaan dat hij nu mij de eer gunt om aan de knoppen te draaien. Ik zet de radio zachtjes aan en hoor eerst alleen ruis. Dan steken we onze sigaretten op en ik stem af. Ik draai aan de zenderknop, beweeg langs de getallen. Ik richt me op de radiogolven, op de rook en op Karel zijn gemoed. We spelen met de cijfers. We dobbelen met de radio en door het aanvankelijke gekraak en geruis heen horen we dan een stem. Deze zingt van kristallen suiker, van metaal, van koffie, van lucht en van vuur. Van zwevende zielen, van lijnen, van cirkels en kleuren. Andromeda, wordt er gezegd. Meta-anthropos. Alwetend kijken we elkaar aan. Door de mist heen zien we in het glas onszelf. Roerloos in beweging wordt alles even waanzinnig mooi gevierd. Als je een psychose zou definiëren zoals ik in dit stukje een beetje deed, van dat je overtuigd bent van dat je een groot inzicht hebt verworven in de werkelijkheid, dat je opeens hebt ontdekt hoe alles in elkaar zit, als je dat noemt dat dat een psychose is, dan is dat, ja, wanneer kreeg ik dat inzicht? Ja, daar kan ik dan achteraf, er zijn er een paar van die sleutelmomenten. Het moment dat ik naar een foto keek en opeens zag dat je echt in een foto kan kijken, dat ik dat zag, dat er diepte in iets van 2 dimensies, dat je daar gewoon in kan kijken, dat was voor mij wel een belangrijk moment. Je kan een psychose definiëren als dat de communicatie ophoudt tussen jezelf en andere mensen. Dat er geen communicatie meer mogelijk is om een of andere reden. Als je communicatie definieert als een soort verbale uitwisseling. Dat als je niet meer wordt begrepen, dan zeggen anderen dat je psychotisch bent. Ik heb die tekst geschreven om een soort literaire of een meeslepende of een interessante verwoording te maken van hoe is zoiets als waanzinnig zijn.
Het gaat eigenlijk over de hele wereld. Hè? Van denken wij in drie dimensies? Bestaat er ruimte uit drie dimensies? Of maar één? Of juist oneindig? Of vier? Dus het gaat niet over een psychose. Maar het gaat over de wereld. Maar de wereld bekeken op een manier die men vaak psychotisch noemt. Dus, maar het gaat niet per se over een psychose. Maar ik heb hem geschreven waarbij ik dacht aan elementen in mijn herinnering. Van, dat gebaseerd op 2007, dat ik hier in dat Willem Arendshuis zat. Kijk, dat pure waanzin, dat schreef ik in 2004. En dit is een heel strak, duidelijk en helemaal niet moeilijk boekje. Want ik had dus in 1987 had ik een psychose. Toen zat ik in Den Dolder. En nou, als je jong bent, dan weet je van niks natuurlijk. Want, je gaat naar school en dan ga je studeren en iedereen doet zo wat dingetjes. En opeens, voep, dan word je uit het studentenleven geplukt. En je wordt in een psychiatrische inrichting gezet, in de bossen. Je wordt wakker en je zit zo in de isoleercel. En dan moet je die isoleercel zien uit te komen en dan komen opeens allemaal vreemde mensen naar je toe en die zeggen dat je ziek bent, terwijl je jezelf juist op en top voelt. Nou goed, dat was toen ik zo een jaar of 19 was. En afgelopen tijd mocht ik weg. En toen was dat medicatie-idee, dat is de jaren daarna nog veel extremer geworden. Tegenwoordig, als je een psychose hebt, dan is het meteen van, nou, dan moet je echt maanden, jaren antipsychotica slikken. Maar toen was het nog van, nou, als jij wil stoppen met medicatie, ook goed. Dus ik kon daar gewoon weg zonder al te veel moeite te doen om onder het medicatieregime uit te worstelen. Dus ik ging daar weg en jarenlang bleef die psychose als feit in mijn leven een beetje sudderen. En vertelde ik andere mensen erover wat ik daar had meegemaakt. En dat was altijd een complex verhaal. En op een dag bedacht ik om daar dit boek over te schrijven, wat gebaseerd is aan de ene kant op mijn herinneringen aan die periode uit 1987. En in dit boek staan dan allemaal stukjes cursief wat dan mijn herinneringen zijn. En dus datgene wat echt gebeurd is in mijn herinnering, dat staat hierin, cursief. En daarnaast ligt het verslag van de verpleging. Dus de verpleging maakt tegenwoordig nog steeds, en toen was het met pen ook, allemaal verslagen van die patiënt heeft dit gedaan en die patiënt heeft dat gedaan. Wordt allemaal. En dat kan je later opvragen, je eigen dossier. Dus ik heb mijn eigen dossier naast mijn eigen herinneringen gelegd. Het zijn twee verhaallijnen. Dus het. Ja, nee, maar dat is ook een heel gaaf boek. Dat is echt. Hoe lang duurde die psychose die je. Ze duurden allebei, ze leken in formeel structureel opzicht, leken ze heel erg op elkaar. Heel snel erin, binnen één week deep down in de isoleercel. En allebei dan zo langzaam eruit. En na 3 maanden was het echt van, nou, ik mag echt helemaal weg. En alle aangevraagde rechterlijke machtigingen, die verdwijnen als sneeuw voor de zon, want ze slaan helemaal nergens op. En waarom moest je in de isoleercel? Ja. Dat zou je. Dat moet je mij niet vragen. Dat staat in deze boeklijn. Nou, die eerste keer was niet waarom ik in de isoleercel moest, maar hoe kom ik er weer uit? Ik werd wakker in de isoleercel. Dus ja. In hoeverre kan je herkennen in wat verpleging schrijft? Daar herken ik niet zozeer mezelf in van, goh, oh, dat ben ik echt, wat ze nu omschrijven. Maar natuurlijk wel de objectieve gebeurtenissen. Dus ergens, we gingen een keer naar de kapel op het terrein. En ik dacht, ja, we gaan naar de kapel. Want dat is nader tot iets. Tot iets van zin en macht en betekenis. Dus daar wil ik bij zijn. Maar ik zat natuurlijk ook heel erg onder die haldol. Dus ik had een beetje bewegingsstoornissen. En ik kon me niet helemaal stilhouden. Dus ik beschrijf hoe ik zelf dat allemaal dacht. En later, het verplegingsverslag is alleen maar. Kusters is aan het zieken en die maakt er een zooitje van. En nou, die nemen nooit meer mee naar de kapel. Terwijl het voor mij toch een religieuze ervaring, dat klinkt misschien een beetje, maar voor mij een heel andere inhoud had. Dus er is een soort, echt een clash van perspectieven. Nou ja, wat is de waarheid, hè? Wat die verpleging zegt, dat zijn wel allemaal objectieve gebeurtenissen die
gebeurden. Maar hun termen, ja, dan gebruiken ze een term als bewustzijnsvernauwing, terwijl mijn bewustzijn was juist geëxplodeerd. Dus dat is natuurlijk een beetje van, ja, wie heeft de macht van de taal, wie beschrijft het en wat hebben verschillende taalsoorten voor effecten? Hun taal was belangrijk voor de beslissingen die over mij werden genomen natuurlijk. Ik, maar ik denk ook andere mensen die zo zijn opgenomen, merken heel erg snel of je behandeld wordt als iemand met symptomen en ziektes, waarbij die symptomen en ziektes moeten worden bestreden. En, want als je dat doet en je nadenkt van, oh, die is ziek en die heeft dit en dat, heb ik gelezen. En dat, oh, dan moet ik, en die symptomen, daar moet ik op een andere manier iets mee gaan doen dan zijn gezonde zelf. Als je zo'n houding hebt, iemand die psychotisch is, merk dat meteen. Want dan split je eigenlijk die persoon en dan spreek je hem helemaal niet meer aan als persoon. Terwijl de goede verplegers, vond ik in die tijd, degene die, ja, die gewoon wat zeiden. En als ik wat zei, dan zeiden ze wat terug. En dan gingen ze niet eerst nadenken van, wat moet ik terugzeggen? Want is dit een psychotische uitspraak of is het een normale uitspraak? Maar degene die je behandelen niet als psychoticus of als normaal mens, maar gewoon degene die je tegenkomt. Je komt ergens binnen en ja, je zit, de hele wereldstrijd en de ISIS zit in je hoofd en je bent in gevecht met het atheïsme en het christendom en daar ben je mee bezig, loop je over straat en je ziet overal symbolen van dat de ISIS op de loer ligt of dat juist, oh, daar is de kerk en strijd en zo. En je navigeert door zo'n gereesymboliseerde ruimte die vol betekenis is en opeens, je wordt van straat geplukt of uit je huis meegenomen. En je komt die inrichting binnen en je zit nog steeds in dat verhaal, in die andere realiteit. Maar dan word je geconfronteerd met die realiteit van die opnameafdeling. En daar worden je dan vragen gesteld waar je op een hele andere manier op reageert. Dus van, goh, hoe zou je vannacht willen doorbrengen? Heb je behoefte aan een sedatie? Heb je, ja, wil je alvast wat? En ja, wil je hier naar dit bed? Want je moet nu gaan slapen. Terwijl, ja, moet nu gaan slapen terwijl de wereld in brand staat. Dat is natuurlijk een beetje een raar idee. Dus dan is de oplossing van, ja, je wil niet gewoon naar zijn slaapkamer terwijl het al 2 uur 's nachts is. Hopsakee, isoleer ze al in en dan zien we morgen wel weer. Ja, als geweld gewoon. Dat is gewoon geweld. Dat is geweld, maar dan gestold in muren. Je zet gewoon iemand gevangen en die kan er niet uit. En, als smoes wordt gezegd van ja, dan is het een prikkelarme omgeving. Terwijl, ja, een mens is voortdurend in interactie met zijn omgeving. Een mens kan je hem niet lossnijden van zijn omgeving. Dus als hij in een isoleercel zit, is hij nog steeds één met zijn omgeving. Alleen dan is die omgeving, daar is helemaal niks meer. Dus de gedachten en waarnemingen die je dan hebt, die komen veel meer uit je eigen herinnering en je eigen verbeelding. En als het gaat over waan en hallucinaties, die worden verergerd door een isoleercel. Omdat je dan geen contact meer hebt met levende andere mensen, met medemensen, met datgene wat ons allemaal weghoudt uit de waanzin en uit de afgrond, namelijk het contact met medemensen, dat er andere mensen überhaupt zijn. En als je in isoleercel zit, ik ben niet de enige die dat heeft meegemaakt, maar dan kan je gewoon gaan denken van ja, isoleercel, ja, ik zit hier al een poos, mijn gedachten die hebben al de hele wereldgeschiedenis doorkruist en die hele wereldgeschiedenis op een kop gezet. Wie zegt dat dit een isoleercel is? Waarom geen graf? Hoezo? Hoe weet ik nou dat die deur weer open gaat? En hij gaat niet open de hele nacht. Gaat hij niet open tot 's ochtends vroeg. Mijn alternatief, dat is toch een beetje wat je wel gewoon kan bevroeden. Hè? Van medicatie eruit, mensen erin. Dus niet omgekeerd van, we moeten mensen moeten bezuinigen, dus mensen moeten weg. Want die medicatie die moet maar blijven doorstromen. Maar dus dat, hè, als je moet kiezen. Meer contact sowieso. En het demedicaliseren van psychiatrische inrichtingen. Dus, en niet vanuitgaan dat er mensen zijn met een ziekte. Maar er zijn mensen in een, nou, noem het een crisis of noem het een proces. Of noem het een herbeleving van een of ander trauma. Maar in ieder geval iets wat gaande is. Iets wat voor die mensen heel erg intens is. Iets waar ze moeten door iets heen. Het hoeft niet per se tot de bodem. Maar er gebeurt iets met die mensen. En het is niet zo dat ze daar komen om met medicatie te worden volgestopt. En dan is die medische blik, die is heel
Ja, die zit helemaal verweven in de psychiatrische inrichting. En dat wordt, ja, dat, ja, voor, het, dat is wel sterker geworden. Vroeger was dat nog apart, was dat zorg voor de geest in psychiatrische inrichtingen. En was er nog wel aandacht voor dat mensen geestesziektes hebben. En nu is de tendens heel erg om te doen alsof een psychiatrische inrichting... Oh, is eigenlijk gewoon een ziekenhuis. Ja, daar heb je ziekenhuis, daar liggen ze met gebroken benen en hebben ze suikerziekte. En bij ons hebben ze psychose. Alsof dat hetzelfde is. En dat is niet zo. Kijk, ja, die medicatie die ramt alles kapot, hè? Dus alle betekenissen en alle gedachten waarvan wij nu aannemen, of waarvan wij nu zeggen van, ja, dat is wel heel raar om te denken. En als je daarna handelt, ja, dan wordt het wel moeilijk voor jezelf. Dus dat is een psychotische gedachte. Die gaan weg. Maar ook alle andere betekenisgevingen, die verdwijnen allemaal ook. Dus dat is gewoon het hele vat raakt leeg. En dat is... Dat is wel heel vervelend, ja. Kijk, ik had natuurlijk wel het geluk dat ik in 2007 was opgenomen. Want toen had ik echt nog wel een vertrouwen in de GGZ, in de zorg. Dat ik echt dacht van, ja, oké, ik zit hier in de isoleercel. En ze laten me er niet uit. Maar ze zullen me hier toch niet laten stikken. Ze zullen me hier toch niet laten doodgaan. Zelfs in de ergste momenten van, ik zit in de WTC-torens. En volgens mij gaan we helemaal rand vuur in en zo. Ik had ergens in mijn achterhoofd van, ze laten me hier niet doodgaan. Maar dat was voor 2008, hè, dat Wim Aljaars is gestorven, die isoleercel. Dus die gedachte, mocht het ooit nog een keer gebeuren, of andere mensen die weten dat dat is gebeurd, er gaan mensen dood in de isoleercel. Dat wist ik toen niet, maar dat gebeurt. Ja, dus mocht ik daar nog een keer terechtkomen, dan voel ik me nog een stukje onveiliger. Dat wel, ja. In een psychose stort je gewone identiteit, die stort in. Je identiteit verdwijnt. Conventies verdwijnen, regels verdwijnen. De normale structuur en de normale ordeningen verdwijnen allemaal in je ervaring. En je komt dus in een heel, heel fluïde geheel. Alles vloeit in elkaar over. Dat is natuurlijk ook dat mystieke eraan. Dat je merkt dat allerlei grenzen verdwijnen. En dat geeft ook heel veel, energie kan je het wel noemen. Dat je merkt van, hé, maar wat er allemaal in mij omgaat, dat is iets wat gebeurt. En dat gaat even goed in andere mensen om. Dus je krijgt heel, heel gevoel van verbondenheid met andere mensen. Dus ook grenzen tussen je eigen levenssfeer en je eigen letterlijke ruimtelijke privésfeer en andere privésfeer. Dat verdwijnt, om het maar een beetje eufemistisch te zeggen. In psychotische ervaringen recycelt de tijd zich. Dan komen alle gebeurtenissen uit het verleden zijn gewoon aanwezig in het heden. En hoe dat kan, dat gevoel van tijdreizen en dat het verleden in het heden nog aanwezig is. Ja, probeer daar maar eens iets zinnigs over te zeggen. Dan moet je nadenken van, ja, wat is tijd nou eigenlijk? Leven wij in de tijd? Is de tijd buiten ons? Is dat iets van de natuur? Bestaat er zoiets als een tijdbalk waar wij op voorthobbelen? Als dat zo is, als er een tijdbalk bestaat, dan bestaat de toekomst echt en dan bestaat het verleden echt. Alleen, wij zijn daar niet meer. Dat is de ene visie op tijd. Wordt het een beetje technisch over mijn boek, filosofie? Dus dat is de ene visie op tijd. Dat is een hele legitieme, dat is over de natuurkundige tijd of de historische tijd. Het verleden, dat bestaat. Want dat, weet je wel, dat zijn allemaal jaartallen en toevallig zitten wij in 2014, toevallig deze dag. Maar die andere dagen, die hebben toch ook echt bestaan, dus die zijn toch ook echt. Het is allemaal echte data naast elkaar, dus de ene visie. De andere visie is, helemaal aan het tegenovergesteld, van er bestaat alleen maar een heden. Die hele tijdsbalk bestaat alleen maar in het heden. Dat is alleen maar een projectie van ons, een verzinsel van ons. Nou, dat zijn twee extreme visies over wat tijd is. En in een psychose gaan die twee visies, heb je niet meer het vertrouwen dat het wel goed zit met die visies. Heb je geen vertrouwen meer in dat je eigen kalender of dat je eigen horloge of dat de klok, dat die klopt. Ik heb ook mijn dossier uit 2007 opgevraagd. En dat was kleiner dan dat uit 1987. Toen observeerde men nog meer van de mensen. Nu was het kleiner. En het was helemaal gereduceerd tot observaties van, neemt Kusters zijn medicatie in?
En zo ja, zien wij effecten van de toediening van medicatie. En als we die zien, ja, dan gaat het goed en dan gaan we de medicatie verminderen. Als we die niet zien of het gaat slechter in onze observaties, dan gaat de medicatie omhoog. Dus de kern van de psychiatrie, in ieder geval hier in het Willem Aanshuis en in veel psychiatrische instellingen, de kern van het discours wat eronder ligt, is medisch, dat je een ziekte hebt en die moet worden bestreden. En al is dat zo, dan is er nog een hele andere laag, dat je gewoon door een psychisch proces gaat, of een spiritueel proces. En als men alleen maar aandacht heeft voor, van je komt binnen, er wordt helemaal niet naar gevraagd van, ben je waanzinnig of ben je misschien een filosoof? Kijk, dat hadden ze bijvoorbeeld al kunnen vragen. Je hoeft niet een heel schema's in je hoofd te hebben of ideeën over ziektes. Als iemand in een crisis zit en dan weet niet meer welke kant de tijd op gaat, of die in de hemel of in de hel zit. Als je dan gewoon bent als een soort stabiel anker van medemenselijkheid, die presentietheorie, die is 100.000 keer zoveel waard als zo'n batterij met pillen.